Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Assassin's Creed. En dit is aflevering 11. En in deze keer gaan we gewoon weer lekker een missie doen. Maar dat doen we wel helaas na de intro. Okay, people, let's go to work. Ja, en zoals jullie weten is Black Flag het vierde deel uit Assassin's Creed. Niet de officiële, want je hebt natuurlijk ook nog een Brotherhood en een Revelations. Maar dit is dan eigenlijk, Black Flag moet eigenlijk deel 4 officieel zijn na Assassin's Creed 3. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Because mine's bigger than yours. Hij loopt even vast, excuus. Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. Ja jongens, hij sprak al over de boot. Ik heb inderdaad een eigen bootje. Die heb ik eigenlijk min of meer gejat, om het zo te zeggen. En dat bootje, ja, dat was de missie. Ik had geen keuze, ik moest hem echt jatten. En ik heb wat piraten natuurlijk bevrijd in de vorige aflevering. En die zijn nu eigenlijk mijn grote dienaars geworden van dat schip. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En we gaan nu weer lekker op... Oh, het is zo mooi, die graphics, jongens. Hou RB ingedrukt om de kijker te gebruiken. Want kijk hoe stoer, joh. Ik kan zelfs inzoomen. Ik zie daar een boot aankomen. Een schoener. Schakel een schoener uit. Nou, dat is een schoener. Dus laten we daar naartoe gaan. Druk bij volle zeilen op A om de rijsnelheid te... Oké. Okay. Your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseam them from prick to sternum. Okay. Daar is een schoener volgens mij, hè? Schakel een schoener uit. Oh, jij vuurt automatisch. Oh, kijk, daar gaan we. Arr, en we reizen, en we reizen, en we reizen. Schiet! Ja! Is die kapot? Afremmen. Kijk nou jongens. Waar is nog meer een schoen? Is dat een schoen daar op de vetten? Oh nee, kom op! Ik moet achter het roer en zo. Oké, okay, daar gaan we. Daar is volgens mij nog een... Dat is een... Ja, ja, kom op! Dat is een schoener volgens mij. Als dat geen schoener is, dan weet ik het niet. Oh shit, we worden geraakt. Kom, kom. Oh, er komt een golf. Holy crap. Hey, wat is dit? Als een schip in brand staat, is er uitgeschakeld. Je kunt dan erop afvaren en op B drukken om te enteren en alle vracht te veroveren. Schieten tot ze zinkt en het helft van de vracht veroveren. Oké, okay, dus je kan een optie doen, een mogelijkheid. Dat is even denken, jongens. Ja, we kunnen erop afvaren op zich, maar ik weet niet... Het staat in de fik? Nee, oké. Okay. Gewoon helemaal kapot. Helemaal kapot! Of kunnen we erop afvaren om B drukken? Ik denk dat dat dan beter is. Oké, okay, let op. Hoppakee. Oh, het is nou helemaal kapot. Beroven. Tof. Nou ja, we hebben hem beroofd op zich. En ja, schakel een schoen eruit. Ik dacht dat ik een schoen had uitgeschakeld, jongens. Is dat een schoen dan? Oh jee. Oh ja, die komt recht om af, jongens. Oh, hoort hij bij mij? Ik weet het niet eens. Woehoe! Hoe deden we ook met die verrekijker? Even kijken, wat is dat? Is dat een schoener? Schoenenniveau? Ja, die moeten we hebben, jongens!
Schakel onze schoenen eruit. Oké, en vuren! Leg dat anker! Oké. Ik weet niet meer hoe je... Oh, en nu vuren, jongens, vuren! Ja? Oké, hij is bijna kapot, jongens. We kunnen hem beroven. Zo, huppakee. Een nieuw doel. Schakel een schoen eruit. Nou, we hebben hem, ja, kapot gemaakt. Oké, moeten we nou nog meer een schoen eruit schakelen dan? Daar is er een. En niveau 1, wat een? Kanonneerschip. Een kanonneerschip. Oké, we gaan er nog een aanvallen. Het is dat ding daar wat jullie zien. Oh jee, ik zit in gevaarlijk publiek, jongens. Of gevaarlijke... Ja? Gaat hij kapot? Enter de schoener. Oh, ik moet hem enteren. Oké. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Enter de schoener. Oh, dit is wel vet, jongens. Kijk dan, ik ben gewoon... Enter de schoener. Oh, wat vet. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar ik slag gewoon iedereen af op dat schip hier. En ik vind het wel echt heel vet. Oh jee. Meneer Badass, hè, probeer eens stoer te doen, hè. Huppakee. U bent de lul, meneer. Huppakee. Zo. Enter de schoenen. Wapen oppakken. Wat kan ik nog meer doen? Moet dat vanaf mijn eigen schip? Even kijken hoor. Wat kunnen we hier doen? Kunnen we ook het anker overnemen? Beroven. Ja, dan kunnen we alleen het lijk beroven natuurlijk. Even kijken wat hij heeft. Ik denk dat we gewoon weer... Ik denk dat we het verkeerd hebben gedaan. Dat we even op ons eigen schip moeten zijn. Dus wat ik nu ga doen is proberen op mijn eigen schip te komen. Als dat lukt nog... ja, dat lukt wel. Juist. Enter de schoenen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen, maar ik denk dat ik er op af moet te rijden, of varen in dit geval. En daarnaast aan boord gaan. Even kijken hoor. Aan boord gaan. Oké, cool. Nou, ik heb voor hun het zware werk gedaan. Ik heb de mensen vermoord op het schip. Dus dat hoeven ze ook niet meer te doen. Die zijn toch dood, jongens? Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please do repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. Ja, jongens, piratenleven is hard. Oké, want vet, man. Ontvangen buit. We kunnen repareren. Ik weet niet hoeveel dat kost, maar dat hebben we nu al gelijk toegestaan. Oké. Vaart naar Saltkey. Oké, we gaan dat meteen doen. We gaan naar de plek toe waar we naartoe moeten. En dat is... Het heet Saltkey. Oh, dat schip! Oeh! Zo. Nice. I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Fine, Saltkey. Nassau is the place to be. Waarom die plek verandert elke keer? Hoe kan dat nou, jongens? A ship so full of gold and silver, just split it and sail home. Sure, but it's only a dream. Every man hopes to find a dozen chests of... Hè, moet ik nou weer omkeren, jongens? Ik snap het niet meer. An honest king.
Oh, we worden aangevallen, joh. Damn. Oké, dat is gewoon keihard varen. Ik was dus verkeerd gevaard. En nu moeten wij dus naar de plek toe van onze bestemming. Wat? Oh, bijna. Oké, we gaan dadelijk wat reissnelheid gaan we versnellen. Prachtig schip. Ik vind dit deel van Assassin's Creed is ontzettend vet gedaan. En wordt nou keihard aangevallen, merk ik nu. En we komen ook recht op een stuk zand af. En ik weet niet of dit goed gaat lukken. Oh, crap, crap, crap. Oh, dit gaat heel slecht, jongens. Oh. Dat ging niet goed. Zo dan. Oké. Dat ging iets te ver. Nus. Ik ging niet de goede kant op, heb ik het gevoel. En we werden aangevallen door 3 schepen. Dacht ik. Oké. Nou, we zijn in ieder geval nu goed gespand, hoop ik. En we zijn inderdaad dichterbij dan normaal. Dus dat is mooi. We moeten namelijk naar dat kleine gebied toe. Kunnen we daar nog even een schip... Kunnen we die nog kapen of vernietigen? Hoort hij bij ons? Oh, nou, die is al kapot. Mooi zo. Kijk uit voor die rots, anders spelen we de Titanic na. Oké. Nou moeten we stoppen, denk ik. Zo, we gaan stoppen. Want we moeten daar... Oh, nee, we moeten aan het sturen. We moeten al sturen natuurlijk. Want we moeten daar moeten we onze boot parkeren. Maar we zitten vast, heb ik het... Oh jongens, we zitten echt vast aan een... Oh jee. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Wacht even hoor. Zo. En kunnen we hier parkeren, jongens? Oh! Oké, ik moet even een beetje goed invaren. Oh jee. Bram Veldkampje zit in de weg. Aanmeren. Ingedrukt houden. Oké, gelukkig doet hij dat automatisch. En gaat hij hem automatisch aanmeren. Wat een heerlijke boot. Schip. Koop een gemiddeld romp. Salt Key Bank. Oké, we komen bij een nieuw gebied aan. En dat vind ik gaaf. Praten. Kopen en verkopen. Er valt niets te repareren. Kunnen we iets kopen? Wat moeten we kopen? Upgrades. Ik denk dat ik de upgrade moet kopen. Zo, dat kost veel gemiddeld romp. Ja, dat moet ik kopen, jongens. Een gemiddeld romp. En wat heeft dat? Deze romp geeft de Jaldax gemiddeld weerstand tegen gemiddelde hoeveelheid schade. Dus dan ons schip wordt hierdoor sterker. Nou, ik koop het maar, want het is de bedoeling dat we het kopen. En ons schip wordt verbeterd met de upgrade. En dat is vet. Mooi man, de geluid en de muziek is fantastisch, Assassin's Creed. Ik vind het een ontzettend goede game. En we hebben onze missie voltooid. En daarmee gaan we naar de volgende missie. En gaan we ook de video weer afsluiten, dames en heren. Want eerst even het filmpje. De cutscene is altijd belangrijk. Not a bad take today. Keep this up and NASA will be the first city where men and women may live as God made. Easy and free. All it takes... A few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly proud. I will. Hand over the docket I lend you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the Navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. En ons kapitein gaat weer terug op zijn schip. En voordat we verder gaan met verder gaan van plunderen naar metaal, zie ik hier. Op 079 gaan we volgende keer verder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video in Assassin's Creed Black Flag. Tot ziens! Captain, mijn naam is Barbossa.